Het is altijd zo dat je iedere keer weer getroffen bent door de inzet van alle mensen die daarmee bezig zijn. Hè? Dus het is altijd, ook voor ons natuurlijk, dat lijkt al heel snel bedweterig. En alsof je in verwijtende zin iets zou zeggen. Ik denk dat, wat ik in het begin heb gezegd, het zit hem vooral, denk ik, in de structuur van dingen. Die zorgt dat het niet loopt, of soms niet loopt, of vaak niet loopt, zoals je zou willen dat het gaat. En dat je de ontwikkelingen die er zijn niet zo heel goed kunt bijbenen. En dan krijg je allerlei zaken zoals je het nu ziet. Hè? Gaten vullen en noem maar op. En zelfs een beetje kinderzinnen tussen twee opleidingen. Nou, dat is allemaal niet goed, lijkt mij. Het is wel fijn als we nu inderdaad ook zouden kunnen praten over oplossingen. Ik heb aan het begin wij hebben nagedacht over een aantal oplossingsrichtingen waar je aan zou kunnen denken. Die zouden we even kunnen bespreken. Die heb je hier paraat, die oplossingen? Ja, ik dacht ze ook hier zou verschijnen, maar geef niet, want ik kan ze wel even vertellen. Eén misverstand, wat me ook wel een beetje treft, is, moet ik zeggen, als we praten over teaching hospital en ik zie de vertaling zoals die dan soms vanuit de zaal komt, ook bij Piet, zeg maar even, want dan krijg ik vast wel weer weerwoord. Is dat onze bedoeling toch wel steeds is geweest dat je een plek hebt en eigenlijk het liefste, en dat is een van die scenario's, hè, een centrale plek waar alle opleidingen tezamen aan meedoen en waar dan op een bepaald hoog niveau allerlei vormen van onderzoeksjournalistiek wordt bedreven, maar ook data, social media, wellicht ondernemende journalistiek. En dat de plek is, ik noem het geen lab, waar journalisten, goede getalenteerde journalisten naartoe kunnen gaan en dingen kunnen leren waar zij bij uitstek in zijn geïnteresseerd. Want ik denk dat het probleem is, als je zegt teaching hospital, is dat je journalisten in een werkomgeving brengt. En dat verschilt met vroeger, omdat ze daar echt dingen gaan doen. Dan nog steeds ben je niet vernieuwend bezig. Want dat veronderstelt dat die werkomgeving op zich al innovatief is. En dat is vaak niet zo. Dat is nou juist het probleem waar we voor zitten. Dus we gaan wat jou betreft echt naar een fysieke plek? Nou, dat is een van de scenario's die we... Kijk, elke journalist volgens mij die onderzoek zou willen doen of wil gaan doen, die droomt ervan, denk ik, maar ik hoor het dan, er zijn er genoeg, om een half jaar of zo bij Erik Smit bij Follow the Money te zitten. Nou, waarom gaan we dat dan niet maken? We hebben zo ontzettend veel steengoede mensen in dit land die op onderdelen echt verschrikkelijk goed zijn en echt in een soort leerfabriekachtige omgeving dingen zouden. En zo iemand zou dan af en toe langskomen in dat hospital? Nee, die zit daar gewoon. Heet dan toch gewoon een stageplek? Nee, dat is dus een plek, één centrale plek, waar gewoon, noem maar een soort ProPublica-achtige omgeving, waar dus op hoog niveau journalistiek wordt bedreven, waar al die nieuwe dingen die je graag zou willen weten in de praktijk worden uitgevoerd en waar talentvolle journalisten dat kunnen leren. En die publiceren ook gewoon. Maar dat is maar één van die scenario's. Maar ik noem het nu alvast even, omdat ik denk dat het misschien niet zo in alle opzichten effectief is om te zeggen van we doen iets revolutionairs. We gaan nu stageplekken creëren waarbij die stagiaires meteen ook gaan schrijven of doen of filmen of wat dan ook. Want daarmee maak je geen meters, althans onvoldoende. Misschien wel ten opzichte van nu, maar niet voor de toekomst. Nou, dat is in ieder geval belangrijk. Ik wil ook graag nog even van tevoren zeggen dat wij als fonds daar heel graag bij willen helpen. Wij maken net als iedereen in deze zaal ook allerlei ontwikkelingen door. Ik ga niet helemaal 38 jaar geleden, of het is bijna 40 jaar geleden, beginnen bij het bedrijfsfonds. Maar wij zijn natuurlijk ook allerlei dingen aan het meemaken. En een van de inzichten die wij ook wel hebben, buiten wat Rick zei, de challenge en de aandacht die we hebben voor start-ups en innovatie, is dat we ook wel zien dat we aandacht moeten geven aan journalisten. Daarom ben ik ook blij dat vandaag in de persbrief stond dat wij ons van de staatssecretaris binnenkort het stimuleringsfonds voor de journalistiek mogen gaan noemen. Want dat legitimeert ook dit soort bijeenkomsten die wij heel graag organiseren. Een aantal scenario's. Heel interessant was wat Hille zei. Want dat was een van die scenario's die we ook dachten. En dat gaat dan een klein beetje naar die zorgsector. Je hebt in de zorg ook steeds meer van, je hebt ziekenhuizen die zijn goed in hartoperaties. En daar doen ze heupen en je moet niet alles tegelijk willen. Waarom zou dat nou niet kunnen dat je zegt,
De opleidingen hebben allemaal iets waar ze steen goed in zijn. En dan wissel je studenten gewoon met elkaar uit. Hoe je dat doet, dat weet ik niet. Daar heb ik allemaal, daar ga ik ook helemaal niet over. Maar het idee dat opleidingen zich gaan specialiseren in bepaalde zaken, dat lijkt mij ontzettend goed. Dat is één van die scenario's. Een ander scenario, ja, ik moet ze er even bij pakken. Is dat je postmaster, hele goede journalisten, journalistieke producties laat maken onder begeleiding van externe deskundigen. Via masterclasses. Dat is dan wel weer een wat langer programma. Maar daarin kun je echt alles wat steengoed is in het land samenbrengen. En zeggen van daar gaan buitengewoon bijzondere dingen gebeuren. Nou, de leerfabriek kan ik niet genoeg benadrukken. Daar ben ik net mee begonnen. Eén fysieke plek waar op hoog niveau journalistiek wordt bedreven. Gewoon wordt gepubliceerd. En journalisten van harte welkom zijn om het daar te leren. Zorgmodel hebben we het net over gehad. Een community model. En dat is eigenlijk dat de opleidingen zelf in eigen huis dingen gaan optuigen om zo'n teaching hospital model vorm te geven. En een vijfde, maar die is vooral ook omdat die volgens mij in het e-book van Eric Newton stond, de summer school. Je hebt natuurlijk ook een hele periode. Nou, dat je niet zo heel veel te doen hebt als journalist. En die periode zou je kunnen gebruiken om iets heel bijzonders op te tuigen. En juist in de zomer dingen te leren die je misschien op de opleiding wat minder leert. En dat zou je kunnen doen? Wie is je? De opleidingen. Oh, wel de opleidingen. Nee, ik heb in het begin gezegd, het staat of valt. En hoe breed dat is. Ik ben blij dat die meneer van de MBO zich in de strijd heeft gemengd. Ik ben blij dat de mensen van universiteiten zijn. Het is helemaal niet zo dat we alle pijlen richten op het HBO en dan gaat het niet goed of wat dan ook. Ik denk dat je echt moet proberen. En ik weet ook dat, ik weet niet of Mark Deuze hier is. Nou, er is ook iemand die daar buitengewoon veel belangstelling voor heeft. Natuurlijk zou er een hele goede vorm van samenwerking kunnen zijn tussen universiteiten, HBO's en wat mij betreft ook MBO's. Maar daar ga ik niet over. Het gaat ons echt. Nou, maar ik vraag het omdat mediabedrijven, ze kunnen dat ook doen. Zoals afgelopen zomer de vierde verdieping heeft plaatsgevonden bij het ANP. Dat was ook een summer school. Ja, dat was ook een summer school. Nou, dat prima. Als we denken dat dat voldoende is, moet je doen. Maar daar moet je dus wel met z'n allen over hebben. Ik denk dat je verder zou kunnen gaan en verder zou moeten gaan. En ik denk dat bij die scenario's wel iets zit waarmee je inderdaad heel veel meters gaat maken en niet hele kleine stapjes. Want we zitten echt in een periode, een tijdsgewricht. Nou, daar hebben we het vandaag voldoende over gehad. En nu merk ik dat elke dag dat je toe bent aan hele grote, dappere stappen. En geen kleine pasjes. Dit komt op de website, hè? Dit komt in persinnovatie.nl. iPad. iPad magazine. Wauw. iPad magazine. Heel goed. Kan iedereen alles nog lezen. Oké, fantastisch. Dankjewel. Bij deze zijn we klaar met deze middag. Althans, in deze zaal. Wij gaan nu een drankje drinken en u bent van harte uitgenodigd. Dank u wel. APPLAUS